wij zijn samen één. Mevrouw Duursma, we staan in Hotel Oranjeoord in Hoogsoeren. Dat hotel is aangekocht door de gemeente Apeldoorn om 120 tot 150 Oekraïners op te gaan vangen. Vanavond was er een omwonende bijeenkomst. Mensen die in Hoogsoeren wonen. Er waren nogal wat vragen. Wat voor gevolgen zou het kunnen hebben als dit project daadwerkelijk doorgang krijgt? Ja, de vragen die we vanuit de zaal kregen is dat er echt wel zorgen leefden bij de omwonenden. Wat gaat dit voor een impact hebben op onze samenleving? Maar wat ik ook heel mooi vond is om te horen dat mensen er ook open in staan. En ook zien dat mensen die gevlucht zijn voor de oorlog een plek verdienen. En in die zin ook welkom zijn in Hoogsoeren. Meneer Heerts, naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor omwonenden uit Hoogsoeren over de aankoop van de gemeente Apeldoorn van Hotel Oranjeoord, wil ik u vragen hoe u de reacties van de mensen vond vanavond. Ja, er zijn natuurlijk terechte vragen. Af en toe klonk er ook wel duidelijke emotie door van hoe is dit nu gegaan? Vooral ook de vraag wat gebeurt er hierna? Nou ja, we zijn nog niet eens toe aan de opvang van ontheemde vluchtelingen uit Oekraïne. Maar als ik het samenvat, vond ik het hier heel waardig verlopen. Heel respectvol verlopen. Duidelijke vragen. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd te antwoorden. Nou, ik heb niet op alle antwoorden of op alle vragen antwoord kunnen geven. Maar ik heb geprobeerd zo goed mogelijk toe te lichten hoe het tot op heden is gegaan. En ik vond dat men daar zeer respectvol op reageerde. En ook heel waardig. Ja, wat dat betreft waren de geluiden verdeeld. Er waren ook mensen die echt letterlijk opstonden en vonden dat dit een goed initiatief was. De avond is redelijk rustig verlopen. Had u dat zelf ook wel verwacht? Ja, daar hadden we goede hoop op, dat de avond rustig zou verlopen. We wisten dat er vragen zouden leven en dat begrijpen we ook heel goed. Wat de burgemeester ook zei, een overval, deze ontwikkeling hier gaat plaatsvinden. Dat er zorgen zijn, begrijpen we ook. Maar we hadden ook wel de verwachting dat dit op deze wijze zou verlopen. Meneer Pinksen, u bent voorzitter van de buurt- en belangenvereniging Hoogsoeren. Wat vond u van deze informatieavond? Ik vond het een buitengewoon nuttige avond, omdat we goede informatie hebben gekregen van de burgemeester over wat de plannen zijn. En ik denk dat er ook meer dan voldoende gelegenheid was om vragen te stellen en ook wel kritische opmerkingen te maken. Want dat zijn toch wel de belangrijkste punten. Ten eerste het aantal, ten opzichte van het aantal mensen hier in het dorp. Dat is een punt waar heel veel mensen zich zorgen over maken. En het tweede belangrijke punt is natuurlijk ook van wat gaat er gebeuren als er geen Oekraïners meer in opgevangen moeten worden. Nou is het woord proportionaliteit een paar keer gevallen. Wat betekent dat in deze context? Nou ja, men vindt zeg maar ten opzichte, het heeft nu natuurlijk een hotelfunctie met enkele tientallen kamers. Dus men schrikt heel erg van als dat, we hebben het getal genoemd tussen de 120 en 150. Dat weten we nog niet precies wat realistisch kan. Het karakter wordt natuurlijk niet een hotel, maar het karakter wordt opvang voor vluchtelingen ontheemden uit Oekraïne. Nou ja, daar gaan we nu verder naar kijken. Daar wordt ook in de bouw naar gekeken van wat kan, maar de duidelijke oproep, de duidelijke stellingname van een aantal is op dit dorp is in ieder geval 150 wel heel erg veel. En dat begrijp ik. Ja, er was een meneer die zich zorgen maakt over het feit dat dit misschien een herhaling zou worden van iets wat er in begin jaren 90 in deze buurt gebeurde rondom de opvang van ontheemden. Zijn dat terechte zorgen? Nee, dat denk ik niet, maar ik snap de zorgen wel. Het zijn zorgen voor het onbekende. Er is een herinnering vanuit het verleden. Dat zien we vaker. Maar als we kijken naar hoe de opvang verloopt in Apeldoorn, dan zien we dat heel goed verloopt. Overwegend, ja, er zijn wel eens incidenten, maar op de grote schaal waarop we opvang doen, zien we eigenlijk dat het heel goed en heel rustig verloopt. Ja, wat was, als ik het zo mag zeggen, de grootste zorg vanuit de gemeenschap van Hoogsoeren? Ja, de grootste zorg, je zou eigenlijk meer kunnen zeggen van het is ook een stukje onzekerheid.
We weten niet hoe het er precies gaat uitzien. We weten niet exact hoeveel mensen hier komen en hoe zich dat gaat mengen met het dorp. Er zijn mensen die vinden dat angstig. Er zijn ook al mensen die zeggen van nou, we gaan meteen aan de slag om de mensen een warm onthaal te geven. Dus de beide kanten van het spectrum zijn aanwezig. Ja, Hoogsoeren heeft niet meer dan 500 à 600 inwoners, als ik het goed heb. Ja, wat ook een beetje doorschemerde is dat het een vrij gesloten gemeenschap is. Mensen willen graag dingen ja, toch binnenhouden. Terwijl ik wel gepeld heb of ze ook wilden reageren. Maar hoe denkt u daarover? Ja. Nou ja, er wonen hier slechts een paar honderd mensen. Ik meen 90 huishoudens. Ja, ik ervaar het niet als gesloten. Ik ervaar het best wel als open. Maar men heeft natuurlijk wel gezegd, en dat zei de voorzitter van de belangenvereniging ook hier van Hoogsoeren, dat ze binnenkort nog een bijeenkomst hebben waar ze onderling, zonder de gemeente, ook van gedachten willen wisselen over hoe ze reageren en het vervolg. Ja, dat lijkt mij een goede zaak. Ik ervaar niet dat men niet open is, dus dat is mijn beeld. Ja, nou, het was ontzettend druk. De ruimte was eigenlijk te klein hier om iedereen een zitplaats te geven sowieso. Dat betekent dat het erg leeft en het inwonersaantal in Hoogsoeren is niet bijster hoog. Ja, hoe ziet u het verloop verder? Hoe zien we het verloop verder? We willen heel graag goed in contact blijven en goed in gesprek blijven met de inwoners van Hoogsoeren. Wij hebben er vertrouwen in op basis van de ervaringen die we hebben op de andere opvanglocaties. Dat het goed gaat, dat we het in goede banen gaan leiden. Maar nogmaals, we begrijpen de zorgen ook en we blijven daar graag over in gesprek. Om ook te kijken hoe de Oekraïners kunnen worden opgevangen in het dorp. En we hopen ook dat na verloop van tijd de zorgen die er zijn ten onrechte zijn, blijken te zijn. Ja, vindt u dat er door deze avond georganiseerd te hebben vanuit de gemeente, vindt u dat er de voldoende transparantie is in dit project? Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag, want uiteindelijk hebben we pas anderhalve week geleden, kreeg ik op vrijdagmorgen een telefoontje van de burgemeester van over 2 uur wordt dat bekend. En dus het hele aanlooptraject, dat heeft hij ook uitgelegd waarom dat zo is, maar ja, dat is ons natuurlijk, daar hebben we niets van meegekregen. En dat is voor een aantal mensen toch ook wel een punt. Nou ja, het is dan nu zo. Dus we moeten vooral naar de toekomst kijken en kijken hoe we hiermee omgaan. Hoe we mensen toch met elkaar kunnen blijven verbinden. Want het zou heel erg sneu zijn als in een dorp als Hoogsoeren er een soort splijtswam zou komen. Want we zijn een dorp die heel gezellig en goed met elkaar omgaat. En dat willen we heel graag zo houden. Dan verder, de opvang zou volgend jaar al plaats moeten vinden. Dan zouden de eerste mensen al in Hotel Oranje terecht kunnen. Denkt u dat dat reëel is? Ja, dan zijn we natuurlijk van vele factoren afhankelijk. We moeten eerst kijken wat kan maximaal. Vinden we de aantallen, kan dat? Ik heb geen idee hoeveel het precies kan. We hebben een inschatting gemaakt, 120, 150. Of dat lukt, moeten we zien. En dan moet er natuurlijk ook nog een aannemer bereid zijn om de verbouwing ter hand te nemen. En wat we precies moeten verbouwen. Want er wordt nu eerst gekeken, wat is de staat, wat is de kwaliteit. En dan gaan we weer verder kijken. Ja, dat is realiseerbaar en dat moet ook. Wat de burgemeester ook gezegd heeft, we hebben een opvanglocatie die sluit eind volgend jaar op de bedrijvenpark Apeldoorn Noord. En we willen wel die vluchtelingen herhuisvesten binnen Apeldoorn. Dus daar gaan we ons voor inzetten. Maar er moet nog veel gebeuren, dat klopt. Ja, oké, mevrouw Duursma, dank u wel. Graag gedaan.